Voor een pre-party event van het Eurovisie Songfestival vliegt de nummer 1 bij de bookies, onze Duncan Lawrence, naar Londen om daar de buitenlandse pers en fans voor zich te winnen. Aran hier, die vloog mee en vroeg Duncan naar zijn jeugd en zijn coming out. En er staan al fans voor de deur. Oh nee, echt? Ja, ja, ja. Oh, daar gaan we. Ja, het leven van Duncan Lawrence staat op zijn kop. Oh my god. Come on. Door zijn deelname aan het Songfestival wordt hij nu ook in hartje Londen op straat herkend. I just say it. Love you. Je handtekeningen gelijk. Ja, en ik zei zo, oh, help me out, because this is new to me as well. Het is gewoon één grote gekte. Het is alleen maar... Loving you is a losing game. De populariteit is compleet nieuw voor Duncan. Als jonge jongen wordt hij namelijk gepest. In net worden die mensen helemaal gek als ze jou zien. Hoe raar is dat voor jou? Want je hebt natuurlijk vroeger een heel andere kant meegemaakt, dat mensen onaardig waren tegen je. Er is een hele ontwikkeling tussen geweest, tuurlijk. En hij heeft de Rock Academie, zo'n plek waar je veilig kan ontwikkelen, ook heel veel aan bijgedragen. Het begint denk ik bij jezelf. Ja. En als dat goed zit, dan kun je de wereld aan. En ja. Iedereen zegt dat, elke mindfulness guru. Maar het is echt zo. Klinkt ja, heel erg. Echt zo. En zo welkom werken. Bij Londen. Welkom London bij Mindfulness TV. Ja, nee, dat is het helemaal. Kom in contact niet. Met je innerlijke ja. zelf. Ik hoop dat mensen die zelf, weet je wat, door zo'n rotperiode heen gaan van pesten, zoiets vinden. En dat zit in kleine dingen. Ik was wat mollig en ik had broertjes en ik had een brilletje. The pest factor. Alles zat eigenlijk tegen. Ja. Op het moment dat je dan met muziek of met performance of met musical of whatever bezig was, dan was dat meteen raar of voor meisjes. Maar zeker. Jij hebt ook op Instagram gezegd van, nou, ik val op jongens en op meisjes. Ja. Dat wilde je ook heel openlijk zeggen. Ik ben biseksueel en that's it. Ben je uit de kast gekomen ook? Thuis? Ik heb het gewoon verteld. Ik zei, joh, ik val op jongens en op meisjes en dat is hoe het is. En toen zeiden mijn ouders, oké, en toen hebben we er een goed gesprek over gehad, maar gewoon fijn. En dat was het. En de volgende dag ging alles verder zoals het was. En zeg het tegen de mensen die van je houden. En die kunnen niet anders dan van je houden dan. Mooi gezegd. I saw London without you. Je bent niet veel thuis nu. Nee. Ook nee, niet bij je ouders, maar ook niet bij je vriend. Is dat moeilijk? Iedereen wist waar ik aan begon. En het is natuurlijk in mei is het straks. Gaat iedereen ook gezellig mee, dus dat is ook fijn. Maar is het gewoon echt knallen. En deze hele periode is gewoon even flink, veel, intens. Maar er is ook weer een periode van rust daarna. En er is ook weer, en zolang je dat in balans houdt, dan komt het helemaal goed. Hij zegt een periode van rust daarna. Maar hij is daarna toch doorgebroken voor de hele wereld? Ik bedoel, dat hopen we als Nederland dat gaat gebeuren. Ik denk terug aan de Common Linnets toen tweede Ierse ging door Europa, Oostenrijk en Duitsland. Het wordt wel lastig als hij niet gaat winnen. Misschien ook niet, want hij is nummers aan het schrijven. Stockholm heeft hij afgelopen week 4 nieuwe nummers geschreven. Die gaan we binnenkort horen. En hij heeft meer dan 6 miljoen streams op Spotify, 7 op iTunes en 4 in de top 40. Hij staat heel hoog bij de boekmakers, maar hij is ook wel een leuke gast. Helpt dat ook om te winnen? Ja, helpt wel. We hadden het er net met Frans ook over. Hij is heel aardig en heel beleefd. Ik wou zeggen, het is niet seks, drugs en rock'n'roll. Nee, dat zit er vorig jaar bij Welen wel. Frans, wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat het is sowieso een prachtige zanger. Ja. Hij kan echt fantastisch zingen. Performance ook goed. Maar ik denk wel dat hij een klein beetje meer pit nog mag laten zien. Okay, even dat brutale van even dat een randje. Erin. Ja. Misschien gaat dat in Tel Aviv gebeuren. Want als er één stad is waar dat kan, is het Tel Aviv. Dus het was heel leuk. En dan wijs je naar Mark. Mark weet wel veel meer van weten. Ik deed vroeger een songfestival ook. Ah, ja. Kijk. Maar het is ook wachten op nieuwe muziek. Ben ik wel benieuwd naar. Dankjewel, Aran. U bedankt voor het kijken. Dit was RTL Boulevard.